Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video, mocht je mij niet kennen. Hoi, mijn naam is Vee, ik ben 23 jaar en ik heb afgelopen paar maanden in Oslo gewoond. En we staan op het punt om weer bijna naar Nederland te gaan. Althans, ik denk nog 3 weken ongeveer op het moment dat deze video online komt. Ik had in één keer een paar dagen geleden het besef van, wow, echt al mijn favoriete spullen en alle spullen die ik nodig heb, die heb ik hier of een soort variant ervan. En toen dacht ik, dat wil ik delen in een video. Misschien dat je er nog inspiratie uit kan halen voor feestdagen. Misschien ben je nog op zoek naar een cadeau voor iemand anders, voor jezelf. Dus in deze video ga ik gewoon al mijn favorieten delen. Er zullen dingen tussen zitten die wat aan de duurdere kant zijn, maar er zullen ook wat dingen bij zitten die wat meer aan de budgetkant zijn. Ik hoop dat je deze video leuk vindt. Het eerste dat ik zie is deze Polaroid camera. En deze die heb ik al, ik denk, sinds 2015, 2016 of zo. Het is de Instax Mini 8. En ondertussen zijn er al nieuwere versies van deze camera uitgekomen. Maar deze werkt echt nog steeds prima. Alle linkjes trouwens van alle producten zal ik in de beschrijving zetten als ik ze kan vinden. Ik ben hier nog steeds zo blij mee. Ik vind het zo leuk als je ergens bent om dan een Polaroid foto te maken in plaats van een foto met je telefoon. Omdat hier heb je gewoon één kans. Hup, even snel foto maken. Camera weer weg. Weer genieten van het moment. Het is gewoon heel leuk dat je gelijk het resultaat in handen hebt van die foto's. Wij hebben hier een kastdeur en daar heb ik dus alle foto's gehangen die ik hier in Oslo heb gemaakt. Elke keer als je er dan naar kijkt, dat is gewoon even een herinnering aan. Ja, allemaal leuke dingen. Dus ik vind het echt super leuk. Nieuw zijn ze natuurlijk een beetje aan de prijzige kant, maar je kan ze dus ook op Marktplaats vinden. Ik vind het zelf echt niet raar om tweedehands dingen te krijgen. Sterker nog, echt super veel van de camera's die ik ook heb, heb ik ook zelf tweedehands gekocht. Iets wat ik zelf niet heb, maar wat eventueel een leuk alternatief is voor zo'n Polaroid camera, is zo'n klein printertje dat je met je telefoon kan verbinden. En vervolgens kan je vanaf je telefoon naar dat printertje foto's sturen en dan komen ze eruit als Polaroid. Dat is natuurlijk een beetje hetzelfde idee. Dus nou ja, mocht je dat leuker vinden dan zo'n Polaroid camera, dan bestaat dat ook. Wij wonen momenteel in het huis van iemand anders. Dus alle spullen uit de keuken, die zijn ook van iemand anders. Maar er staan nu heel veel dingen die ik zelf ook thuis heb, waar ik zo blij mee ben. Onder andere dit soort potten. Ik vind zulke potten echt zo handig. En het ziet er gewoon heel esthetisch uit als je hier pasta in doet of rijst. En je zet dat dan zo op een plankje aan de muur. Zulke potten zijn maar een paar euro. Je kan ze echt overal kopen. Ja, ik hou gewoon echt van heel praktische cadeaus. Dus zullen in deze video er denk ik heel erg veel praktische dingen voorbij komen. Nog iets uit de keuken zijn deze rietjes. Ik drink elke dag een smoothie en die drink ik uit een rietje. Want dat vind ik gewoon chills drinken. Alleen heel vaak zijn die metalen rietjes te dun voor de smoothies die ik maak. Toen vond ik dus laatst deze dikkere rietjes van de Flying Tiger. Ze waren volgens mij iets van 2 euro, 3 euro of zo. En ik vind ze echt top. Deze melkopschuimer hebben we meegenomen uit Utrecht. Er staan hier ook echt 3 melkopschuimers. Maar deze blijft gewoon het chillst. Hij is van het merk Inventum. En hij kost volgens mij iets van 30 euro of zo. Het is gewoon echt een top ding. Als ik een nadeel van deze moet noemen, dan is het dat er niet superveel in kan. Ik zou zeggen dat deze goed is voor 1 kopje cappuccino of opschuimende melk. Hij zegt zelf dat er hier voor 2 kopjes in kunnen. Maar als ik hem tot dat streepje vul met olie havermelk, dan stroomt hij echt over. Dus dat is een beetje een nadeel. Maar vaak maken we het toch maar voor 1 persoon tegelijk. Een iets duurder iets, maar wel echt een van mijn favoriete gadgets, is mijn keukenmachine. Het is de Magimix Mini Plus uit mijn hoofd. En ik gebruik dat ding echt dagelijks. Hij is dus wat aan de prijzige kant, maar mocht je op zoek zijn naar een keukenmachine en je bent bereid iets meer te investeren, dan vind ik hem echt het geld meer dan waard. Ik ben nu eventjes in de badkamer, want ook hier heb ik wat dingen die ik even wil laten zien. Even de deur dicht. Ik heb allereerst wat make-up producten. Mijn favoriete mascara is van Essence. Dat is de I Love Extreme mascara. Deze is echt 2 euro, 2,50 euro. Misschien 3 euro. In ieder geval maar een paar euro. En ik vind hem echt top. Ik heb hem ook nu op. Hij blijft gewoon mooi zitten. Hij is vegan. Essence test niet op dieren. Dus helemaal top. Dan heb ik nog een vegan cruelty free item. Namelijk een lippenbalsem van Ethos. En ik moet zeggen, ik vind lipstift heel erg mooi uitzien. Alleen ik hou er gewoon echt niet van om het zelf op te hebben. Want je moet er steeds bijwerken. En mijn lippen worden er vaak een beetje droog van. Ik weet niet. Maar dit is dus een lippenbalsem met een heel licht tintje. Ik heb de kleur Vintage Pink. Ik heb hem ook nu op. Ik zal hem even nog overheen doen. Het is dus een heel subtiel kleurtje. Maar elke keer als ik het opdoe, dan denk ik toch, wow. Het is toch gewoon net even een beetje dat extra. Deze kost €3,49 en je hebt dus allemaal verschillende kleuren. Ik weet niet, ik vind het gewoon helemaal nice en ik draag deze echt dagelijks. Dan heb ik nog een product van Ethos, namelijk de Pure Foundation Radiant
Mad. En ook deze is dus vegan en cruelty free. Trouwens, als er op een product staat dat het vegan is, betekent het niet meteen dat het ook dierproefvrij is. Want vegan zegt iets over de inhoud van het product en niet over of het op dieren is getest. Ik ben zelf echt niet de grootste foundation drager. Ik vind het snel cakey en gewoon niet mooi bij mezelf. Maar deze vind ik echt heel erg chill. En dan niet om helemaal mijn gezicht ermee vol te smeren. Maar ik doe gewoon een heel klein beetje op mijn handen. En dan dep ik het een beetje zo op mijn wangen. En dan heb ik gewoon net een iets egalere huid. Maar je ziet wel gewoon nog hier en daar een beetje roodheden en vlekjes. Maar ik vind dat prima. Maar het is gewoon net iets egaler. Maar dan nog een beetje op een natuurlijke manier wat ik zelf wel mooi vind. Toen ik net hier in Oslo was, merkte ik dat mijn huid heel erg veranderde. Ik weet niet of dat met de luchtkwaliteit of iets te maken heeft, maar echt mijn huid werd super vet. En dat heb ik normaal nooit. Tenminste, in Nederland had ik dat echt nooit. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of dat weer iets is dat weer gaat veranderen wanneer ik weer in Nederland ben. Toen heb ik van die minietjes besteld bij Paula's Choice. En ik ben echt, ik vind het echt zulke fijne producten. Al deze producten zijn vegan en ook dierproefvrij. Ik heb dus de minis besteld om gewoon te kijken of ik het wat vind. En ik ben er echt heel erg blij mee. Maar goed, ik moet dus even afwachten wat mijn huid in Nederland gaat doen voordat ik weer van de grote ga bestellen. Ik heb allereerst twee zonnebrand. Deze die had ik dus besteld omdat ze geschikt waren voor vette huid. Dus het gaat niet glimmen. Ik heb het nu ook op mijn voorhoofd. Ik smeer deze dus vooral op mijn T-zone, waar ik dus normaal heel erg vet word. Dan heb ik deze oil-free moisturizer die ik als een nachtcreme gebruik. Ook op mijn voorhoofd. En ik heb ook echt het idee dat dit dus echt verschil maakt. De producten van Paula's Choice die zijn op zich wat aan de prijzige kant. Maar eventueel zijn die minietjes dus wel leuk om te vragen of te geven. Mijn favoriete toner is van de Body Shop. Dat is deze Aloe Calming Toner. Ik vind deze gewoon heel chill. Er zit geen parfum in, dus ook goed voor gevoelige huid. En ook Body Shop. Test niet op dieren. En deze is dus ook vegan. Ik heb nog twee producten die ik wil laten zien hier in de badkamer. Allereerst dit parfum. Deze is ook van de Body Shop. De White Musk. Ja, niet heel zoetig. Beetje kruidig. Ja, ik vind hem gewoon heel erg lekker. Ook dus vegan. Cruelty free. En volgens mij rond de 30 euro. En deze had ik dus echt speciaal gekocht voor Oslo. En het idee erachter was dat ik deze dan hier kon dragen. En wanneer ik dan weer in Nederland ben en dit luchtje dan ruik, dan hoop ik dat ik weer een beetje aan Oslo denk. We hebben ook de Black Musk variant in huis. Deze draagt Jan. Dit is meer een beetje vanillig, zoetig, ook echt super lekker. Dit is ook zo'n typisch product. Maar de droogshampoo van Sophia May van Monica Geuze vind ik echt top. Hij is best wel prijzig voor een droogshampoo. Maar ik doe hier nu al mee sinds 13 juni. Want ik heb hem gekregen op mijn verjaardag. Het is gewoon als je het één keer inspreekt, het blijft gewoon voor een paar dagen goed, zeg maar. Die vriendin van mij had helemaal nagevraagd of die vegan is en dierproefvrij. En dat is zo. Dus als je nog op zoek bent naar een droogshampoo die in ieder geval aan die eisen voldoet, dan is deze echt top. En hij ruikt gewoon echt lekker. Doet me een beetje denken aan bier ook. Deze spiegel vind ik zo fantastisch. Deze is van de IKEA. Hij is niet van ons, want hij stond al in dit huis. Maar hij is echt... Als ik ooit een huis heb waar deze in past, dan wil ik deze spiegel. De linkjes die ik trouwens onder deze video plaats, dat kunnen affiliate linkjes zijn. Mocht je niet weten wat dat zijn, als je op zo'n link klikt en vervolgens iets koopt op die website, hoeft niet per se dat product te zijn, maar je kan ook zelf naar een ander product zoeken, dan krijgt degene die die link heeft geplaatst een klein percentage van dat aankoopbedrag. Vaak is dat tussen de 3 en 8%. 8% is dan echt veel. Meestal is het wat lager. Goed om te weten is dat het jou niks extra kost, maar je support dus wel iemand anders. Dus ook als ik zelf online iets ga bestellen, probeer ik altijd even een affiliate linkje te zoeken van een influencer die naar leidt. Want dat is toch een leuke manier om diegene een beetje te supporten. Voel je zeker niet verplicht om via zulke links nu dingen te gaan bestellen. Maar ik wilde daar gewoon even transparant over zijn en even uitleggen hoe dat werkte. Een item dat eigenlijk wel in elke video van mij op de achtergrond te zien is, is deze sterrenprojector. Hij kan in allemaal verschillende kleurtjes. Mijn favoriete stand is rood met blauw, want dat wordt een soort van paars. En er zitten ook sterren in. Die kan je aan en uitzetten. Ik zet ze meestal uit. Het is gewoon echt een vibe. Ik heb deze lamp nu een jaar. Ik heb hem echt elke dag aan. Dat was volgens mij iets van 24 euro. Ik heb hem dus elke dag aan, omdat ik het gewoon zo gezellig vind. Oké, dan heb ik nog een aantal boeken die ik echt heel erg leuk vond, die ik heb gelezen dit jaar. Sowieso deze e-reader vind ik ook echt... Ben ik zo blij mee. Die heb ik nog niet zo heel erg lang. De schrijver Colleen Hoover was helemaal een trend afgelopen jaar. Ook ik heb een aantal boeken van haar gelezen. En ik moet zeggen dat Reminders of Him en De Waarheid, ik weet even nu de Engelse titel niet, vond ik allebei heel erg nice. Vooral De Waarheid is een beetje meer thrillerachtig. Niet per se eng, maar
ja, ik moest er even inkomen. Maar ik vond hem wel echt nice. Ook boeken kun je goed tweedehands kopen. Eventueel net als e-readers. Dan heb ik ook nog een aantal kookboeken die ik echt super chill vind. Een van de vegan kookboeken die ik heb is Everyday Vegan van Lena Amrani. Dit zijn gewoon super toegankelijke recepten. Dan heb ik ook een wat nieuwer kookboek. En ik ben nu heel even de naam kwijt. Volgens mij heet die Veggie Aziatisch Koken. En dat boek heb ik nog niet heel erg lang. De dingen die erin staan zijn ook niet al te moeilijk. En zijn wel gewoon allemaal ingrediënten die je wel redelijk makkelijk kan verkrijgen. Alle recepten zijn dus gesorteerd op land uit Azië. En dan vind ik de kookboeken van Luna Trapani ook echt heel erg nice. Ik heb Veganista. Dat is een kookboek met dus allemaal vegan Italiaanse gerechten. En alle gerechten zijn gemaakt met best wel basisingrediënten. Echt gewoon heel erg lekker. Een vriendin van mij heeft ook het boek Vegetalia. Ja, ook die is gewoon heel mooi en nice. En dus ook allemaal Italiaanse vegan recepten. Oké, dit is een beetje random. Maar een item dat ik ook echt elke dag gebruik is deze dopper. Ik heb deze denk ik al sinds 2017 of zo. En het chillen aan doppers is gewoon, ze lekken niet, ze blijven goed. Je kan ze in de vaatwasser doen. En ik vind gewoon mooie dingen. Ik kijk hier nu op een aantal planten. En dat doet me eraan denken dat ik droge bloemen ook altijd echt heel fijn vind om te krijgen. Omdat droge bloemen gewoon goed blijven. Dus je, ja, je haalt één keer zo'n bos in huis. En vervolgens heb je jarenlang een mooi boeket thuis staan. Het is nu een dag later. En ik bedacht ineens dat ik een heel belangrijk item vergeten ben te vermelden. Het was een van de eerste dingen die ik zag toen ik wakker werd. En dat is namelijk deze wake-up light. Ik vind het altijd zo chill om wakker te worden door licht. En dan niet bam in één keer licht. Maar gewoon licht dat langzaam komt. Zoals dus de zon in de zomer en de lente en op langere dagen. Maar in de winter heb je dat natuurlijk niet. Dus zo'n wake-up light is echt heel erg chill. Nou ja, hier gebruiken we hem dus echt gewoon basically elke dag. Je stelt dus een wekker in. En dan een paar minuten voor die wekker wordt dit langzaam licht. Je kan allemaal verschillende wekkergeluiden instellen. Deze was volgens mij rond de 50 euro. Maar je hebt goedkopere. Maar je hebt ook echt nog veel duurdere. Ja, kijk. Hier zie je het. Dit is versneld. Dat die licht wordt. Het is gewoon echt heel fijn. Nog iets wat ik uiteraard eventjes moet noemen in deze video. Dat is dit herbruikbare broodzakje. Je kan hier dus je brood, zeg maar, in vouwen. Of je wrap of weet ik veel wat. Het neemt heel weinig ruimte in je tas. In tegenstelling tot, zeg maar, een brooddoos. En je kan het dus heel makkelijk schoonmaken. En dan weer opnieuw gebruiken. Ik heb deze ook al, denk ik, 4 jaar of zo. Het is gewoon echt een top ding. Ik hou dus zelf altijd een verlanglijstje bij op mijn telefoon. Wanneer ik dan wat zie, zet ik het gewoon meteen op dat lijstje. En zo heb je altijd een lijstje met dingen die je eventueel kan vragen. Wanneer iemand aan jou vraagt wat ze je kunnen geven. Een paar dingen die er nog op staan zijn items van Organic Basics. Dit is een duurzaam merk dat echt prachtige producten verkoopt. Ja, verder heb ik hier nog op staan een AirTag, een Dyson stofzuiger en allemaal dat soort dure dingen. Die Dyson stofzuiger, echt. Ik ben er zo obsessed mee met die laser in dat kopstuk van die borstel, echt. Anyway, ik dwaal een beetje af. Goed, dat zijn in ieder geval een paar van mijn favoriete items waar ik heel erg blij mee ben. Uiteraard vergeet ik een aantal dingen. Oh, ik zie nu alweer een ding waarvan ik denk, oh, dat is ook echt, vind ik zo'n mooi ding. Dit horloge van Casio draag ik ook dagelijks. En deze kost volgens mij nieuw rond de 30 à 40 euro. Maar ik heb hem tweedehands gekocht. Tweedehands kan je ze voor 10, 15 euro vinden. Dat is ook nog even een tipje. Hopelijk heb je nog iets uit deze video kunnen halen. Zo niet, vraag lekker niks. Komt alweer een keer op een ander moment. Of vraag een donatie voor een goed doel. Of vraag om een cadeau voor iemand anders. De volgende VCM video zal weer gewoon een vlog zijn. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doei doei!